Ja, is leuk. Vrienden en familie komen. Toch wel iets bijzonders. Ja. Ik was vrij jong toen ik begon met volleybal. Ik was 7. Ik was toen wel veel in aanraking gekomen met de sport, omdat mijn vader al 40 jaar in hetzelfde team speelt. En ik ging als jonge jongen altijd kijken. En, ja, ik kan me nog wel van die periode herinneren dat ik door veel te kijken ook meteen wel het kon ofzo. Dat ik er wel een gevoel voor had. En ja, toen is het snel gegaan. Dan kwam ik veel in steunpunt terecht, extra trainingen, jeugd oranje, jong oranje. Ja. Ja, ik denk dat je als je merkt dat je ergens goed in bent, en dan krijg je sowieso energie van. En ik denk dat ik toen ik de kans kreeg om buiten mijn woonplaats te gaan spelen, ik was 16, ging ik naar Eindhoven toe. Werd ik echt libero ook, specialiseren. Toen dacht ik wel van oké, als ik dit nu doe, dan wil ik ook het maximaal eruit halen. Wil ik ook het Nederlands team halen en wil ik prof worden. En, vanaf dat moment ben ik echt wel heel bewust bezig geweest. Ik ging in tussenuren vaak krachttraining doen en ik kan die periode nog heel goed herinneren. Dat was een hele mooie, intensieve periode waarin ik ook echt bereid was om er alles voor te doen. Ja. Als je me 5 jaar geleden verteld had dat ik rond het Interland zou spelen, dan had ik het niet geloofd. Ik denk in die periode was ik ook bijna mee gestopt. Het lukte me niet echt om in het buitenland te komen en serieus overwogen om ermee te stoppen. Dus zo gek kan het leven lopen. Dus ik ben er wel blij mee. Ik zou eigenlijk nu niet echt iets kunnen noemen. Nu ik wat ouder word, denk ik soms oké, tijd met familie, tijd met vrienden. Maar ik ben toch ook echt iemand die dat door de jaren heen ook heel erg heeft opgezocht. Ik ben niet echt iemand die vaak alleen thuis zit. Hoewel ik wel goed alleen kan zijn. Maar toch iemand die veel tijd probeert te investeren in familie en vrienden. Daar ook echt energie uit haalt. Dus ik zou zo niet weten wat ik echt gemist heb. Ja, één als alle anderen. Tuurlijk ben ik er trots op, maar daar ben ik op dat moment niet echt mee bezig eigenlijk. We weten wel van elkaar als we 100ste Interland spelen of als er een jubileum is, weten we dat van elkaar. Ik weet vorig jaar nog dat Jeroen zijn 300ste Interland speelde. Toen is er wel een klein praatje aan vooraf gegaan. Dus dat zijn wel dingen waar aandacht voor is hoor, ja. Nee, niet echt. Mijn ouders die komen en iedereen is erbij, mijn vriendin. En helaas is mijn zusje, die kan er nog niet bij zijn, die is op vakantie. Maar ik ben er trots op, maar ik ga er niet te erg mee te koop lopen of zo. Nee.